Zwolle Smeers eerste wedstrijd in de elite ronde 5-0 gewonnen. Wat een mooi begin is dat. Ja, zeker een mooi begin. Ik denk dat we sowieso verdiend hebben gewonnen. En ik denk dat je nu alleen maar positief de elite ronde meer in kan gaan. Omdat je met een goed begin sowieso beter ervoor staat. 5-0, dat zijn veel doelpunten. Hoe goed speelden jullie? We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Veel kansen gecreëerd, veel aan de bal geweest. Ik denk dat we alleen onszelf wel meer hadden moeten belonen met meer doelpunten maken. Het was even wachten in het begin totdat die goal viel. Hij viel heel snel, hè? Ja, de goal. Het duurde wel even, maar daarna scoorden we wel 3 keer. Wel snel achter elkaar en gelukkig net voor rust. Dan ga je toch beter de rust in. Ik had het idee na die eerste goal van, oh, die valt wel relatief snel. Daar gaan nog wel een boel vallen, maar dat ging niet zo heel erg soepel. Nee, ze wilden er vandaag echt niet in. Een paar ballen, ja, net te scherp over de goal of tegen de keeper aan. En ja, gelukkig maken we dan toch nog wel 3. Jij was ook in vorm, hè? Nou ja, eerste helft wilden de ballen er niet echt in gaan, maar tweede helft ja, ging het wel beter en uiteindelijk toch 3 gescoord. Een penalty? Jij denkt, weet je wat we doen? Die bal eis ik op. Of was je toch nog aan het twijfelen? Nee, ik pak penalty, doe ik altijd. Resoluut ook? Boom? Ja, als ik een penalty neem, dan sta ik meestal wel gewoon achter de bal. Heb jij een favoriete hoek of is het gewoon mikken, kijken waar de keeper staat en dan uithalen? Nee, ik heb geen favoriete hoek. Ik kies gewoon op dat moment. Je maakt wel vaker 3 doelpunten, hè? Ook in onder 17 wel eens gedaan. Nu zit je in onder 19. Waarom is dat eigenlijk onder 19? Omdat ik bij onder 17 denk gewoon heb laten zien wat ik kan. En ik word nu gewoon beloond dat ik met onder 19 mee mag doen en het hier mag laten zien. Ja, na die goal van jou waren jullie nog niet klaar, hè? 5 doelpunten uiteindelijk, jullie bleven maar gaan. Zelfs 5 was nog niet genoeg, had ik het idee. Nee, we wilden zoveel mogelijk scoren. We wilden gewoon met zoveel mogelijk doelpunten deze wedstrijd uitgaan, omdat dat als uitgangspositie ook beter is. Het zijn er 5 of zijn het er stiekem toch 6? Die bal van Vera ten Westeneinde op het einde? Ja, het is, zijn er helaas 5, maar ja, die 6e zat ook. Was wel echt over de lijn. Op doelsaldo staan jullie gewoon bovenaan, 5-0. Ja, ik denk dat we dit gewoon door moeten zetten. En dat we nu gewoon volgende wedstrijd ook weer moeten winnen. Veel doelpunten scoren en tegen Frankrijk ook gewoon moeten winnen. Als je 3 scoort, mag je dan de bal mee naar huis nemen om te houden eigenlijk? Dat weet ik niet. Zou je wel willen of niet? Ja, ik zou het op zich best willen, ja. Toch wel een lekker gevoel, hè? Ook al mag je hem niet meenemen om met 5-0 te winnen. Ja, zeker een lekker gevoel als je de eerste wedstrijd met 5-0 wint. Portugal? Ja, ik ben benieuwd. 3-1 van Frankrijk verloren, maar het zegt natuurlijk niks. En ik denk dat we gewoon ons goed moeten voorbereiden morgen. Beeldjes kijken, op de training weer goed voorbereiden. En dan gaan we er opnieuw in. En een goaltje van Joël Smeert is altijd leuk, hè? Dat is zeker leuk.